ons menselijk bestaan. Ik heb het idee dat wij als misschien wel het meest succesvolle soort ooit ondergaan aan ons eigen succes. We hebben te maken met verschillende maatschappelijke uitdagingen en transities waarin natuur en techniek in één lijn recht tegenover elkaar lijken te staan. Dit laatste merk ik vooral als ik bezig ben met technieken als artificiële intelligentie, virtual reality, blockchain technologie. Dit lijkt lijnrecht tegenover mijn gedachte van een duurzame stad te staan. Die is groen, circulair, zelfvoorzienend en vol gemeenschappen die naar elkaar omkijken. Moeten wij onszelf dan zien als bedreiger van de natuur? Als iemand mij dat zou vragen, ben ik geneigd om ja te antwoorden. Maar als ik goed nadenk over de vraag wat voor mij nu natuur is, bestond dat vroeger nog niet. Denk bijvoorbeeld maar aan parken en bossen, gecreëerd en onderhouden door mensen en techniek. Wat voor ons nu natuur is, bestond voor de mensen van vroeger nog niet. Wij creëren zelf onze next nature. Anderzijds zijn wij niet de bedreiger van de natuur. Want jij, onze studenten, mijn dochter, ik, bepalen zelf hoe onze next nature eruit komt te zien. Door een balans te vinden tussen natuur, techniek en mens, laten we streven naar een next nature die bijdraagt aan onze stad van de toekomst. Waarin de circulaire economie werkelijkheid wordt door het gebruik van blockchain technologie. Waarin we artificiële intelligentie gebruiken voor de verbetering van onze leefomgeving. En waardoor we met virtuele reality in contact staan met de wereld zonder daarvoor hoeven te reizen. Als docent heb je de verantwoordelijkheid om studenten voor te bereiden op een wereld die snel verandert. Door Next Nature te integreren in ons onderwijs kunnen we studenten helpen de veranderingen te leren begrijpen en hen de tools te geven om een bijdrage te leveren aan de stad van morgen. Heb je er al eens over nagedacht om interactieve technologie te gebruiken in je onderwijs? Om studenten te laten ervaren hoe techniek en natuur samensmelten? Laten we als Juvetta de techniek niet als bedreiging zien, maar als kans om thuis te zijn in de toekomst.